Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkes en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag heb ik weer een heel leuk idee wat ik met jullie wil delen. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke bloemschikvideo's die ik maak. En wil je het pakket van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt er onder kopje cursuspakketten. Goed, laten we gauw gaan beginnen. We gaan vandaag aan de slag met deze Oasis Bio Bowl. Je hebt hem ook gewoon in de groene normale versie. Zijn beide goed. Ik heb hem al mooi vol laten zuigen. Dat kan je ook voelen, want hij is goed zwaar. En hier gaan we een apart bloemstuk mee maken. Dus ik haal jullie even iets dichterbij. Dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Allereerst snij ik er een puntje uit. Zo. Alsof je een taart snijdt. Je kan het zo breed maken eigenlijk als je zelf wil. Kijk, ik heb er een stuk uitgesneden. Dan gaan we verder met de buitenzijde en daarvoor gebruik ik eucalyptus. En ik gebruik elk blaadje los. Dus ik knip elke keer boven het blaadje af. En dat doe ik met heel veel eucalyptusblaadjes. Dus dat doe ik eerst. Ik knip ze even allemaal los. Als je dat hebt gedaan, gaan we de zijkant bekleden met het eucalyptus. Dat doe ik eigenlijk een beetje trapsgewijs. Je kan het zo doen, je kan het zo doen, net wat je zelf leuk vindt. Dat doe ik met de hele buitenzijde van de bol. En je kan dus de blaadjes ook zowel klein als groot gebruiken. En zorg dat alles bedekt is. Je kan gerust, zoals hier steekt hij een beetje uit, dat je door het blaadje weer prikt. En op die manier vul je mooi met eucalyptusblad, zodat je niks meer van de bol eigenlijk ziet aan de buitenzijde. Je blaadjes nog iets uitsteken, kan je kleine knopspeltjes gebruiken of even een krammetje om er nog even extra mee vast te zetten. Dat hoeft niet. Als je dat niet zo mooi vindt, de krammetjes, dan laat je hem gewoon los. Heb je hem wat speelse. En met de krammetjes heb je misschien iets strakker. Dan gaan we de binnenkant vullen met mooie bloemetjes. Je kan hier eigenlijk allerlei bloemen voor gebruiken. Wat je zelf mooi vindt. Ik vind het wel mooi om fijne bloemetjes te kiezen. En die steek ik aan beide kanten gewoon mooi op. Je kan helemaal naar binnen steken. Je kan ook juist hem weer bol maken wat je daar zelf in leuk vindt. Dus ga daar lekker creatief mee aan de slag. Ik vind het wel leuk om die knik er een beetje in te houden. En ik splits de bloemetjes ook weer op. Kijk hoe prachtig en leuk effect dat geeft.
Ik kan natuurlijk zo'n bol overal neerleggen. Een mooie schaal met mos. Wat ook heel leuk is, is om het op een pin te doen. Maak je het net even iets aparter mee. En om te voorkomen dat de bol helemaal naar beneden zakt, want hij heeft natuurlijk wel wat gewicht, doe ik er een beetje mos onder. Dus je kijkt waar je de bol terecht wil. En dit wikkel ik even vast. En dan steunt hij straks op het mos. En je kan hem er trouwens ook schuin op zetten, mocht je dat willen. Dus nu heb je hem er rechtop, kijk je de bloemen er rechtop in. Maar je kan er bijvoorbeeld ook voor kiezen om schuin op te maken. Ik zet het mos nog even iets vaster. Dat het echt goed stevig vast zit en niet naar beneden zakt. Want de bol heeft best wel gewicht. Dat doe je gewoon met een ijzerdraadje. En je kan hem bijvoorbeeld ook zo erop zetten. Dat is ook heel erg tof. Je kan de bol natuurlijk ook op een schaal of een mooi dienblad neerleggen. Je kan er alle kanten mee op. Dus waar je ook een plekje hebt, je kan het eigenlijk passend maken. Wil je het pakket van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt een onderkopje cursuspakketten. Wil je liever een andere kleur bestellen? Dan kan dat ook. Kan je gewoon aangeven. En we verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Goed. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden en wil je niks missen, abonneer gratis op het kanaal. Dan blijf je toch voor alle leuke video's die ik maak. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en zie je me de volgende keer weer. Doeg! En om te voorkomen dat de bol helemaal naar beneden zakt, want hij heeft natuurlijk wel wat gewicht, doe ik er een beetje mos onder. Dus je kijkt waar je de bol terecht wil. En dit wikkel ik even vast. En dan steunt hij straks op het mos.